Het is een vreemd gezicht. Beveiligers bij een basisschool. Bij de Witte Tulp in Amsterdam-Osdorp stonden er twee vandaag. Het is een direct gevolg van de grimmige sfeer die in de Turkse gemeenschap ontstond na de coup-poging in Turkije. Tussen aanhangers van president Erdogan en de man die volgens hem achter de poging zat, Gülen. De Witte Tulp zou gelieerd zijn aan die Gülen. Ik ben hier om te kijken of het onderwijs in een school hier in mijn stadsdeel of het goed gaat vandaag. De ouders die zijn natuurlijk hier met hun kinderen naar school gekomen. Sommige ouders willen hun kinderen van school halen. Sommigen die vinden het prettig om hun kinderen hier te houden. En ik ben hier om te kijken of het onderwijs, de school, of dat vanuit openbare onveiligheid goed geregeld is. En dat is het geval. Vindt u die beveiliging nodig? Ik vind het van niet, maar toch zijn er gewoon mensen die anders denken. Dus als school moet je wel, denk ik, die risico wel nemen of die verantwoordelijkheid dan. Om gewoon het beste te doen voor de kinderen, dat ze toch wel weer veilig zijn. Voor mij is het belangrijk dat de kinderen onderwijs krijgen. En de ouders hebben de vrijheid om zelf de keuze te maken op welke school zij hun kinderen willen plaatsen. Krijgen de kindjes er iets van mee? We zeggen gewoon thuis dat ze van mensen moeten houden. Dat ze respectvol moeten zijn voor andere gedachten, zeg maar, van meningen. En dat krijgen ze van ons mee. En dat leren ze ook op school, zeg maar. Dat ze mensen met respect moeten behandelen. Voor alle meningsuiten moeten ze gewoon respect tonen. Op de school die we zagen zaten 400 kinderen, maar ouders hebben inmiddels al zeker 80 kinderen weggehaald en naar andere scholen gestuurd. Allemaal vanwege de onrust na de coup-poging. Op andere Gülen-scholen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam bijvoorbeeld, is dezelfde trend te zien.